The Institute for Graduate Studies and Research, IGSR, start in oktober dit jaar met een masteropleiding Research Methods. Deze opleiding zal zich richten op sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Hierbij zullen ook economische thema's aan de orde komen. Tijdens een gisteren gehouden voorlichtingsdag hebben diverse sprekers benadrukt dat deze masteropleiding tot stand is gekomen uit een samenwerking tussen lokale en buitenlandse professionals. IGSR-docent en onderzoeker Steven Dibby-Persat geeft aan wat de bedoeling van deze tweejarige studie is. De bedoeling van deze opleiding, wat zullen we afleveren? We zullen dus onderzoekers afleveren. Onderzoeksopleiding. We zullen dus onderzoekers afleiden. Onderzoekers die kennis hebben van de Surinaamse maatschappij. Die dan ook toepassingen daarvan kunnen plegen in alle typen sociale wetenschappen. Ook als het gaat om het economisch gedeelte van de sociale wetenschappen. Je krijgt natuurlijk als je onderzoek doet, is data-analyse, modellenbouw kan aan de orde. Die analyse, wat misschien in de bacheloropleiding is gevormd, wordt hier aangescherpt. De opleiding speelt in op de steeds groter wordende behoefte naar academische onderzoekers. De studie kent twee specialisaties, namelijk Advanced Research Methods and Techniques en Economic Modeling and Research. Docent Mirella Nanku geeft aan hoe de indeling van de studie zal geschieden. Eerste jaar is meer een vormend jaar. Dan krijgt u al de algemene vakken, de vormende vakken. En in het tweede jaar gaan we eigenlijk meer in op de toepassing. We beginnen, even kijken. Je krijgt dus meer een diepgang in de analysemethoden en technieken. En je krijgt de toepassingen. Armoede en ongelijkheid, micro-economie, beleid, social impact en analysis. We starten gelijk dus met advanced multivariate analyse, advanced statistics. Bij dit vak gaan we dan in op de verschillende analysetechnieken, zoals regressieanalyse, factoranalyse. Deze master is vooral een kwantitatieve master. Dat was IGSR-docent Mirella Nanku over de tweejarige masteropleiding Research Methods. De opleiding start in oktober.